De Alpenlopers, ja, dat is ook van alles veranderd. Een van de dingen, nou, na 10 jaar hebben ze eindelijk een andere teamcaptain. Dan hebben ze 2 teamcaptains. En, nou ja, het blijkt gewoon dat die teamcaptain ook heel erg goed te vervangen is. Daar ben ik heel blij om. Hoe is het om teamcaptain te mogen zijn? Ja, heel leuk. Helemaal een nieuwe ervaring richting de Europa Run. Altijd al wel als team meer geweest, nu als teamcaptain. 3,5 week, dan gaan we weg. Dus ja, het komt dichterbij, het wordt spannender. Absoluut. Er zijn nieuwe elementen toegevoegd aan het Almelopers team. Alleen al aan het shirt, kan je daar iets over zeggen? Ja, nu, we zijn nu in het gemeentehuis voor de presentatie van ons nieuwe shirt. En ons nieuwe shirt met nieuwe logo's en nieuwe sponsoren. En een nieuw beeldmerk richting de Almelopers 2.0, zoals we het dan maar noemen. Na 10 jaar Almelopers gehad te hebben, gaan we nu het 11e jaar in met een nieuwe elan en een nieuwe beeldmerk en een nieuw logo. Je bent ook een van de nieuwe teamcaptains. Kun jij iets vertellen over de Goede Doelenavond hier? Ja, dat kan ik. Vanavond hebben wij de Goede Doelenavond gehad. Vorig jaar hebben wij als Almelo, als Dokkumstad, een tweede prijs gewonnen in Rotterdam. Bij die prijs wordt een bedrag van €22.500 maar liefst. En dat mogen wij verdelen over goede doelen in Almelo en omstreken. We hebben maar liefst 6 goede doelen vanavond blij kunnen maken met een cheque. Verdeeld tussen de €500 en de €6.500 maar liefst. En als toetje hebben wij de Europa Run organisatie ook gehad. Die waren aanwezig omdat zij nog 2 grote bedragen mochten uitkeren aan 2 organisaties uit onze omgeving. Waardoor we vanavond maar liefst €100.000 hebben kunnen uitreiken. Een heel erg mooi bedrag. En als je nou een koppelbed hebt, en we hebben ook in de intramurale zorg wel meegemaakt, dan wil je zo graag dat de partner er dichtbij is. Ja. En dan probeer je wel met stretcher en alle kanten alles op te lossen. Maar echt er nabij is, dat is het belangrijkste. €52.000. 10 jaar lang het gezicht van de Almelopers. Hij is nu geen Almeloper meer, maar heeft nog 1 keer de Goede Doelenavond gepresenteerd. Hoe was dat om nog 1 keer te doen? Je kent me al een poosje, je weet dat ik vind dat alles rondom een team goed georganiseerd moet worden. Maar je weet ook dat ik vind dat als je deelneemt aan de Europa Run, dan heb je als teamlid bijna de persoonlijke verantwoordelijkheid dat je ook je stinkende best doet om geld in te zamelen. Want die Europa Run die wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. En dat doen de Almelopers elk jaar met verven, want elk jaar zitten de Almelopers, als je kijkt naar de opbrengst per team, echt in de top van de rangschikking. En als zodanig vind ik het ook heel, heel erg fijn dat vervolgens een groot deel van het geld wat de Europa Run bij de Europa Run wordt ingezameld, dat weer in Twente terechtkomt. En dat motiveert alleen maar om door te gaan.